Yo mensen, een hele goede dag en welkom terug bij een nieuwe dagelijks HD server tour op de DHD server natuurlijk. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Er zijn verschillende mensen die weer van alles hebben gebouwd en dat laat ik momenteel zien. Ik heb drie personen uitgezocht. Waar ik ga kijken. De eerste persoon is die achter me staat, dat is Cutie Cat. En die heeft een soort dorpje of iets dergelijks. Dus ik ga even vragen of ze een rondleiding wil doen. Even kijken. Cutie Cat. Kan je rondleiding geven? Waar is ze? Oh, daar is ze. Kijk eens. Nou, let me see what you have got. Oké, dan gaan we over een brugje heen. Ja, sure. Oké. Nou, wat hebben we hier? Dit is een huis. Ja, het is een huis. Een groot huis. Ziet er leuk uit. Leuke design dat erin zit. Ze heeft ze aan gedacht. Dus dat is leuk om te zien. Ja, tof. Inrichting is er nog niet helemaal. Nee, dat kan gebeuren natuurlijk. Inrichting ben ik zelf niet zo fan van. Maar oké. Tof. Ziet er leuk uit. Even kijken. Ja, hier kan, ja, ik zou nog wat boekenkasten zo kunnen neerzetten natuurlijk. Een balkon. Oh. We gaan verder. Hé, hey, ze heeft nog een verdieping. Oké. Aardig groot huis trouwens. Oké, maar waar is ze nou? Hallo? Curie? Hallo? Ze was eerst hoor. TPX Cutie Cat. Oh, daar is ze. Hallo, ja. Oké, dat was het huis. Oké. Ik ga even van de bovenkant zien. Ziet er nice uit. Ja, tof. Tof huisje. Ja, ik vind hem wel leuk. Leuke stijl. En wat is dit? Hier nog een huis. Ja. Nog een huis. Heeft het ook nog een naam? Heeft het ook nog een naam? een huis. De huis. Het huis. Oké, ik kan hier dus naar boven. Oké, charmant. Charmant. Hallo. Raamkaas. Oké, wat is er nou weer dan? Is ze er weer vandoor? Hallo? Cutie Cat. Kiri. Oh, daar. Loopt ze er weer vandoor? Hey. Oké, een leuk brugje. Ja, oké. Hé, hey, een huisje in de muur. Dat is ook weer eens wat anders. Oké. Gonzi Games met de Griekse ei. Hey, dat is weer het nieuwe. Dat heb ik niet vaak gezien. Dit is het eerste huis dat ik hier heb gemaakt. Oké, tof. Tof. Leuk buitenkant. En dat zo in een berg. En bloemetjes. Bloemetjes? Oké, allemaal bloemetjes. Allemaal bloemetjes. Hier zijn ook wat chesten met stuff erin. Oké. Chill. Ziet er leuk uit. Dat zijn jouw bloemetjes. Oh ja, die heeft ze allemaal van mij gekregen. Dat is ook zo. Oké, leuk. Allemaal kamertjes. Leuk ingericht trouwens. Ja, ruikt wel lekker. Ziet er leuk. Oh mijn god. Kijk die schilderij dan. Oh, mooi. Moet kijken. Leuk beekje en alles. Een watervalletje. Oh, wat leuk. De slaapkamer plus jouw bloemetjes. Jeetje man, ze heeft wel veel bloemetjes van mij gekregen. Oh mijn god. En wat heeft ze nog meer? Een chill room. Oké. Cool. Chill room. Lekker chillen, lekker relaxen. Croissantje. What the fuck? Jij bent ook overal te vinden, Raamkaas. Holy shit, hier kun je lezen. Oké, lezen. Oké, even zien. Kan ik wat lezen? Heb ik een boek? Ik ga even een boek lezen. Zo. Oké, daar gaan we, ja. Wat is dit? Hoe heet dit boek? Luck of the Sea. Nou, oké. Raamkaas, ik ga je een verhaaltje vertellen over de Luck of the Sea. Er was eens een zee en had je heel veel geluk, het einde. Mooi verhaal? Ja, toch? Ja. Oké, mooi. Dan gaan we weer verder. Ja, dat was niet grappig. Mooi. Tof. Tof. Ja, gedaan. Gedaan. Heb ik gedaan. Oké, cool. Hier, weer een hele brug. Holy shit. Hey, een hijskraan. Dat ziet er wel tof uit. Jee, wacht op mij. Ach, waarom ga ik lopen, man? Ik kan immers wel vliegen. Oké, wat heb je? Wat heb je nog meer? Oh, een ore chamber. Dat is ook wel leuk. Leuk bedacht. Ja, oké. Nu. Cool. Een hele smid heeft ze hier zelfs. Hier heb ze lava. Dan kan je hier zo te zien nog omhoog. Oké, ik kan om die rokje kijken als je een rokje aan hebt. Even kijken. Waar gaan we naartoe? Zo, ze heeft echt fucking veel gemaakt. Damn. Oké, waar gaan we nou naartoe dan? Oké, waar lopen we naartoe? Hier naartoe? Ja, dan gaan we hier weer naar beneden. Secret chamber of zo. Wat is dit? Wat zegt ze nou? Oké, wat is dit? Uitzicht of zo? Nou, hier zijn we het kraantje. Kraantjes. Hier zijn we in het kraantje. Oh! In dat kraantje dat erboven zit. Oh, tof. Dat vind ik wel een tof. Dat heeft het tof gemaakt. Dat vind ik wel leuk. Oké. Ja, wat heb je hier allemaal? Oh, what the fuck is hier alweer?
What the fuck? Heb je een ramkaas? Oh, sorry. Heb je een ramkaas infectie of zo? Oh mijn god. Ik kom overal ramkaas tegen. Oké, nou, thanks. Ik zal het even zeggen, thanks, excuticate. En dan gaan we gerust weer even verder kijken. En dan ga ik nog even een rondje kijken wat ze allemaal heeft gemaakt. Dit heeft ze allemaal gemaakt, een kraan heeft ze gemaakt. Hier heeft ze nog verschillende huizen gemaakt. Er kunnen nog paden bij komen, wat versieringen. Maar ik vind de huizen vind ik top, echt top, toffe stijl. Heeft ze leuk gemaakt, het begin. Dus ze krijgt een dikke 8,5 van mij. Dus ik ben nieuwsgierig als ze straks verder is. Daar ben ik echt nieuwsgierig naar. Maar die hebben we gezien, dus we gaan naar de volgende. We gaan naar Animal. Animal Boy at 12. Oké, okay, Animal Boy. 12. Let me see. Oh, ja, oké. Okay. Hij sheep. Nou, daar gaan we. Oké, okay. Ja, dit is nog een bug. Ik kan er niet doorheen. Oké, okay. Dit is nog een bug in ieder geval. Maar hij heeft een klein compact huisje zo te zien. Oké, okay, chill. Dit is zijn huis, oké. Okay. Oké. Okay. Tip, misschien wat afwisseling bij het hout gebruiken. Dat je wat steen of zo of iets anders ertussen doet. Want dan is het zo eentonig, mijn mening hoor. Maar oké, okay, klein huisje. Allemaal kisten zie ik hier. Leuk uitzicht heeft hij op zich. Nou ja, uitzicht op andere huizen. Hij kan bij de buren gluren. Dus dat kan eventueel allemaal nog. Oké, okay, oké. Okay. Cool, cool. Ziet er leuk uit. Oké, okay, cool. Cool. Nog veel speel, ik ben net 2 dagen. Oh ja, hij zit nog maar 2 dagen op server. Hij is net nieuw en heeft dit al gefixt. Dat vind ik op zich wel netjes. Ja, het wordt steeds drukker op een server. Creative is ook open trouwens voor iedereen. Zit gewoon whitelist per op een creative. En het is met 1 per dag blokken. Dus daar kun je ook joinen. Maar daar zijn we niet voor. Wat heeft hij nou meer? Oh, je kan hier ook nog doorheen. Oké, okay, oké. Okay. Waarom kan ik er niet doorheen? What the fuck? What the fuck? Oké, okay, oké. Okay. Dat is wat een vervelende bug. Oké, okay, dan gaan we hier naartoe. Ja. Oké, okay, dan heeft hij hier ook nog een kamertje. Oké. Okay. Oké, okay, en Chan de Droom. Oké, okay, dan krijgt hij een cadeautje van mij. Hier, alsjeblieft. Krijg jij 2 boekenkasten van mij. Alsjeblieft. Alsjeblieft, oké. Okay. Chill. Hebben jullie niet gezien? Ik heb 2 boekenkasten van me gekregen. Sst. Maar hij is nieuw, kom op. Dat maakt het mij niet zoveel uit, oké. Okay. Meloenen! Zo zeg, wat heb jij grote meloenen? En potatoes. En wat hebben we hier nog meer? Carrots, oké. Okay. Klein farmpje, oké. Okay. Compact, klein. Maar als je alleen bent, is het in principe voldoende als je constant farmt. Oké. Okay. Hij woont als het goed is, woont hij in een dorp namelijk. Bij andere mensen. Dus heb ik wel even nieuwsgierig. Oké, ja, daardoorheen. Oh, ik ben hierheen. Goed, ja, daardoorheen. Oké, wat heb je nog meer? Hier heeft hij de koeien en zo. Heeft hij, koeien houden wel van hem trouwens. Een klein huisje, compact, wat hij snel heeft gemaakt. Het is wat anders, het is iets groter. Ik vind het een patte stijl, dat heb ik niet vaak gezien. Maar ik vind het leuk, oké. En dit is mijn huis. Oké, klein, compact, bloemetjestuin. Kijk mensen, zo kan het ook. Gewoon klein, compact als je begint en later gewoon wat uitbreiden. Ik zie hier een hele muur eromheen. Dus het zal wel een dorp zijn. En zo te zien, zie je mensen weer iemand geadd op de whitelist. Dus het wordt steeds drukker en drukker op een server. Awesome te zien. Nou, ik vind het in ieder geval tof. Hij heeft een tof huisje gemaakt. Klein, compact. Advies. Gebruik aan de bovenkant. Verwerk daar sowieso nog wat steen in, omdat je dat hieronder hebt gedaan. Maar voor de rest... is het echt super. Ja, ik vind het er super uitzien. Het cijfer, omdat jij nog maar net nieuw bent. Je bent net op server, krijg je een... Voor het kleine compacte huisje. Een 7 voor mij ook, omdat het dan niet zo groot is. Maar het is nog steeds een ruime voldoende. En ja, super, dank je. Dank je, Animal Boy. Oké. En dan hadden we nog 1 iemand. Dat was als het goed is, was het Jelsel. Jij bent... Dan gaan we naar Jelsel toe. Want die had ook nog een leuk dorpje, zei hij. Dus daar ben ik alleen nieuwsgierig naar. Dus let me see. Welkom in Marox. Oh, de regels van dorp Marox. Oké. Leuke naam. Of verschillende inwoners. Zie je zelfs een koning. Officier, inwoners. Inwoner. Oké, gaaf. Gaaf. Leuk. Gaaf. Ziet er gaaf uit. Leuk bedacht. Met al die ranks en zo. Dat vind ik op zich wel grappig. Maar we gaan gewoon in het donker verder. Dat is lekker gezellig. Oké. We hebben 2 delen. De forest. Oké, de forest en de city. Oké, 2 delen. Gaaf. Het is weer wat anders, maar waar gaan we nou naartoe? Ik ga even kijken, doe maar. Oké, wat is dit? Hier de mijn. Oké. Ja, en voor de rest. Oké, dit is de portal naar die end. Ja, heb je ook nog leuke bouwwerken? Oké, nether portal. Dit is zo te zien een toren. Wat voor toren is dit? Dit is de toren, is heilig. De nagedeelte van Vaelgli. Oké.
Velgi. Oké, rip Velgi. Dan gaan we nog even boven kijken. Ik wil even zien hoe hoog die toren is. La 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 la. Ik wil lekker wat sneller. Oké, cool. En even zien. Het is wel een aardig hoge toren trouwens. Dan gaan we helemaal naartoe. Oké, dan kunnen we hier ook. Dan kunnen we hier nog zo naar boven. Oké. Oh shit man, je hebt gewoon uitzicht hier. Ja, leuk. Cool. Oké. Mooi. Wacht, een mooi uitzicht. Ja, mooi uitzicht zo. Dit is wel, ja, is wel tof. Tof. Dan gaan we even kijken wat hij nog meer heeft. Het is tenslotte een servertour. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig. Daartoe krijgt straks de winnaar straks een leuk zwaardje van mij. Wie ik denk van, ja, die heeft echt het meest gemaakt. Gewoon het mooiste gemaakt. Die krijgt straks een zwaardje van mij. En dat is dan de winnaar van mijn servertour, zeg maar. Jullie kunnen natuurlijk ook nog cijfers geven onder in de comments. Gaan we ook nog naar kijken. Van wat jullie ervan vinden of dat jullie zelf een keer in de servertour willen. Let me know, guys. Ik ben altijd vrijdags, neem ik altijd opnames rond 7 uur. Even kijken hoor. Huis van de koning. Huis van de koning, oké. Dit is het huis van de koning, oké. En sweet, 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 oké. Nou, ik hoef niet naar binnen te kijken, want dit is gewoon een dorpje wat mensen verschillende hebben gemaakt. Dus, oké, leuk. Wat heeft hij nog mee? Kijk, dit vind ik nou leuk. Mensen die gewoon hele dorpen en dat soort dingen maken. Dat vind ik juist leuk om in de server toe te laten zien. Wat is dit? Oké, tunnel. Tunnel, oké, gaaf man. Dit is leuk gemaakt. Een leuke tunneltje. Dus weer eens wat anders. Oké, gaaf. Allemaal verschillende dingen zie ik. Oké, leuk. Cool man. Cool man. Ja, dit is... Ja, dit ziet er tof uit. Ja. Wat is dit? Huisje Jelle, welkom in de forest. Veel plezier. Oké, dan hebben we hier nog de forest gedeelte. Nou, laten we dat ook nog even zien. En wat is dit? Zegt hij nog wat? Even kijken, wat is dit? Kijk, daar is alweer een nieuwe speler. Dus iedereen zegt welkom. Van harte welkom en dat soort dingen. Dus dat is gaaf om te zien. Oké, cool. En wat is dit? Oké, en... Wat is dit? Oké, even zien wat dit is. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Mijn huis, zijn huis, oké, cool. Hij woont echt in de bomen, zeg maar. Dat is wel gaaf, wel leuk in een boom. Leuk man. Een keer gewoon. De rest, als je deze video ziet, de rest kan een andere keer. Want ja, sommige dorpen zijn gewoon zo groot. Qua grootte en dat soort dingen, qua wat hier allemaal gebouwd is met verschillende mensen, wat hij niet alleen heeft gedaan natuurlijk, moet ik natuurlijk een andere cijfer geven. Dat is het gewoon. En qua compactheid, qua vriendelijkheid, qua community, hoe mensen die dingen bouwen, hoe ze alles hebben ingesteld, krijgt het sowieso wel een 8 van mij. Mede omdat er ook meerdere mensen zijn. En dat is het eigenlijk een beetje. Dit soort dingen vind ik leuk om te laten shippen server tour. Maar dan gaan we naar de winnaar, oftewel de winnares. Dat is TPXCuriCat. XCuriCat, oké. XCuriCat. Jij wint deze server tour. Oké, waar ben je? Waar is ze? Hallo? Ga ik even mijn zwaardje kopiëren? Even kijken waar ze is. Hallo, is ze er weer vandoor? CuriCat. Curie. Kijk, alsjeblieft, een zwaardje voor jou. Oké, dat is dus... Oké, cool. Nou, zij heeft dus in ieder geval gewonnen. Dus van harte gefeliciteerd, CuriCat. Of als het goed is, heet ze Ezra. Ja, zo heet ze. Van harte gefeliciteerd. Mensen, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze servertour. Volgende week weer een nieuwe. Dus hebben jullie iets tofs? Of willen jullie iets tofs laten zien? Of willen jullie snel iets aan gaan werken? Let me know. Dan zie ik jullie sowieso de volgende keer terug bij een nieuwe servertour. Voor nu zeg ik mensen, bedankt. En later.